Dit is het Kopland. Een belangrijke ambtenaar van de gemeente komt een kijkje nemen. Dag. Hallo. Ik ben een belangrijke ambtenaar. Oh, oké. Okay. En nou, ik kom hier voor een rondleiding. Zal ik me nog voorstellen? Ja. Ik ben Selma. Peter. Oké. Okay. Maar zou ik misschien eerst even naar het toilet kunnen? Oh, tuurlijk. Ja. Dat is de linkerkant op. Hier zo links. Ze hebben altijd ruzie op de gang. Ik voel me niet veilig. Er wordt ook echt altijd gediscrimineerd. Het is niet normaal. En die vieze muizen. Eww. Kom, kom, het is veilig. De belangrijke ambtenaar heeft alles gehoord. Hey. 500.000 tekort. Waar ga ik dat vandaan halen? Ik kan natuurlijk die nieuwjaarsreceptie. Ja, of dat opvangthuis, hè? Die kinderen zeiden ze voelen zich er niet veilig. Muizen, er wordt gediscrimineerd. Ja. Ja, dan is de keuze eigenlijk ook wel snel gemaakt. Laat ik dat maar doen. Nou jongens, ik heb heel slecht nieuws voor jullie, wat? Maar de opvang die gaat sluiten. Sluiten? Ja. Je man, is een grapje. Nee, dat is geen grapje. De belangrijke ambtenaar van de gemeente heeft besloten dat er geen geld meer is. Dus sluiten? Maar wat doen we niet? Waar moeten we wonen? Geen idee, op straat denk ik. Echt? Ja, echt. Dit is een grapje. Nee, ja. Serieus waar. Dat spijt me nou, jongens. Kom, ga. Ze moeten naar buiten. Het is nog een paar maanden koud, maar de lengte komt er al aan. Die avond vinden de kinderen een plek om te slapen. Ze snappen er nog steeds niks van. Ik snap het nog steeds niet. Waarom is de avond nog steeds gesloten? We hebben toch geen nare dingen gezegd toen die ambtenaar erbij was? Oh, misschien bij de wc. Misschien heeft hij ons gehoord. Ja. We moeten echt naar het ambtenaar om het uit te leggen. Kom mee, we gaan. Ze besluiten naar het stadhuis te gaan om het allemaal uit te leggen. Daar is de belangrijke ambtenaar net bezig met de voorbereiding voor de receptie. Ja, binnen. Waar heb je de afval gesloten? Nu moeten we op straat wonen. Ja. Maar ik hoor alleen maar negatieve geluiden. Het zou onveilig zijn, er wordt gediscrimineerd, muizen. Ja, waarom is zo'n opvang dan nog nodig? Ja, maar er zitten ook wel leuke dingen aan de opvang. Bijvoorbeeld de kinderzolder, de mensen, de activiteiten. Dus. Zelfde oplossing. Als je een lange nagel hebt, ga je je hand er ook niet meteen afhakken. Ja, maar ik zit ook met die nieuwjaarsreceptie, hè? En dat kost hartstikke veel geld. Er moeten dure hapjes, lekkere drankjes. Ja, maar we willen ook werken om geld te verzamelen. Ja, meisje, dat is hartstikke mooi natuurlijk. Maar iedereen is tegenwoordig op zoek naar een baan, hè? En de arbeidsmarkt zit hartstikke op slot. Dus ik denk echt niet dat dat nu de oplossing is. Sorry jongens, maar ik denk niet dat ik jullie hiermee kan helpen. Bedankt. Dank je wel. Voor niks.
Als de belangrijke ambtenaar de kinderen buiten ziet lopen, krijgt hij toch wel spijt. De nieuwjaarsreceptie kan niet meer worden afgelast. Ah! Als je een lange nagel hebt, ga je hand gewoon ook niet meteen afhakken. De receptie kan niet worden afgelast, maar de belangrijke ambtenaar krijgt een goed idee. Hij kent nog wel iemand die een boodschap kan overbrengen. Lieve rijke mensen, jullie weten het misschien niet, maar begin dit jaar is het opvanghuis gesloten. Nou, die arme kinderen staan in de kou, dat kan toch niet? Ze zijn naar een hoge pief gegaan om daar om hulp te vragen. Jullie kunnen ook helpen en ik weet zeker dat jullie deze kinderen niet in de kou laten staan. Dus, hoe kan je helpen? Door geld te geven. Geef en zorg ervoor dat deze kinderen weer een dak boven hun hoofd hebben. Iedereen op de receptie geeft wat geld voor de opvang, zodat de kinderen weer een dak boven hun hoofd hebben.